Welkom bij de Oekraïne Weekend Miljardairs. Een vrolijke quiz voor de hele EU om heel veel geld te verdienen. We gaan kijken hoeveel onze kandidaat weet van onze nieuwe handelspartner Oekraïne. Graag een warm applaus. We kennen Oekraïne van corruptie, van gestolen Hollandse meesters en van het associatieverdrag waarover we op 6 april mogen stemmen. Maar wat weten we nog meer? Eerste vraag. Hoeveel geld steken ING en Rabobank in het Oekraïense MHP, een van 's werelds grootste plofkippenfokkers? A. Geen cent, ze willen geen valse concurrentie voor Nederlandse boeren. B. Elk 1 miljoen euro om Oekraïne een beetje te helpen. C. Wachten tot Oekraïne minder corrupt en meer diervriendelijk wordt. Of D. Ze investeren samen ruim 170 miljoen in deze megastal. Ja, dat moet wel 170 miljoen zijn. Voor minder zie ik een Nederlandse bank nog niet meedoen. Fantastisch! Een vergissing van de bank in uw voordeel. U wint 1 miljoen euro. Gaan we naar de volgende vraag. Nederlandse pluimveehouders mogen geen legbatterijen meer hebben en kunnen dus moeilijk concurreren met de spotgoedkope eieren uit Oekraïne. Wat doet de Nederlandse regering hieraan? A. Niets, dat mag niet van Brussel. B. Verbieden import Oekraïnse eieren. C. Stellen voor de Nederlandse dierenwelzijnseisen te verlagen. Of D. Werken mee aan EU-subsidie voor Oekraïns kippenbedrijf. Nou, ik heb gehoord dat er heel veel ontwikkelingsgelden vanuit Den Haag en Brussel naar Oekraïne gaan om ze te helpen, zonder dat er een haan naar kraait. Dus extra subsidies lijkt me wel een logisch antwoord. Dat antwoord is... goed! De Nederlandse regering denkt dat de 85 miljoen euro die de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in de kippenfabriek goed besteed is. Dat brengt uw prijzengeld op 2 miljoen euro! Op welk ander handelsverdrag lijkt het associatieverdrag? Is dat A. TTIP? B. CETA? C. Japans handelsverdrag met EU? Of D. Allemaal? Ja, ik kan niet kiezen. Het lijkt allemaal op elkaar. Ik ga voor D. U hebt geluk. Dit is een gratis vraag. Elk antwoord is goed. Dit brengt de prijzenpot op 4 miljoen. Gaat u door naar de laatste ronde of past u? Ja, ik ga door. Het is maar een spelletje. Oké, heel dapper. Gaan we door naar de laatste vraag. Hoeveel kinderen tussen de 5 en 14 jaar zijn in Oekraïne betrokken bij kinderarbeid? Is dat A, 1 op de 1000 kinderen? Is dat B, 1 op de 100 kinderen? Is dat C, 1 op de 50 kinderen? Of is dat D, 1 op de 20 kinderen? Ja, alles wat uit Oekraïne komt is zo goedkoop. Daar moeten wel veel kinderen de hand in hebben. Dus ik gok op 1 op de 100. Inderdaad, een kinderhand is gauw gevuld, maar het is erger dan u denkt. Het goede antwoord is D, 1 op de 20 kinderen. Jammer, u gaat met 0 euro naar huis. Maar er is nog een herkansing. Op 6 april mag u stemmen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Wilt u geassocieerd worden met de corruptie, oligarchen en de schending van mensenrechten en dierenwelzijn in Oekraïne? Ik dacht het niet, nee. Ik dacht het niet.